Tenminste, Goedemorgen. Namens Willem-Alexander. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Heb je? Oh ja, nee, nee. Welkom allemaal op deze bijzondere plek en zeker ook voor mij een bijzondere plek. En niet alleen omdat ik een kerkelijke achtergrond heb, maar ook omdat ik hier ben geïnstalleerd als burgemeester op 16 september 2020, een dag om nooit te vergeten. En heel mooi om hier in deze kerk terug te mogen zijn. Heel toevallig kreeg ik laatst nog het filmpje van mijn speech toen. Die gaan we niet overdoen. Dus je hebt nog wat haperingen in van zenuwen. Bijzondere dag vandaag. Vandaag is namelijk de dag dat er lintjes worden uitgereikt. En er kwamen hier vanmorgen een paar mensen binnen die niet wisten wat er overkwam. Een aantal mensen zouden een rondleiding krijgen of zoiets bij het kerkorgel. Een ander kwam binnen en had sowieso volgens mij geen idee wat hij hier kwam doen. Een ander had al ruzie met zijn vrouw vanmorgen. Maar we zijn er allemaal en daar ben ik blij mee. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat de kerk goed gevuld is. Maar ik ga mensen niet langer in spanning houden. Ik ga maar gewoon beginnen. Beste dames en heren. En in het bijzonder, meneer Korten. In 1990 startte de overheid met de slogan: een beter milieu begint bij jezelf. De meningen zijn verdeeld of dit inderdaad zo is, maar u, meneer Korten, leeft al jaren naar deze slogan.
zelf klein beginnen om vanuit daar meer impact te maken. Allang voordat deze slogan werd geïntroduceerd, startte u in 1978 de Milieutuin in Uitgeest. Check even of dat klopt dit jaar. Ja, dan ben ik verkeerd geïnformeerd en dat begrijp ik. Dan kun je alles helemaal nagaan. Een stukje land waar een groep mensen pionierde met milieuvriendelijk tuinieren. Geen pesticiden, geen kunstmest, maar een eerlijke manier van tuinbouw met respect voor het ecosysteem. De tuin lag eerst tegenover het Hotel van de Valk. Dat check ik ook nog even. Daarna aan de Uitgeesterweg en sinds 1985 aan de Tolweg, bijna mijn achterkant. Eerst was u voorzitter en secretaris. En de laatste jaren bent u coördinator van de Milieutuin. Een tuin is meer dan een tuin voor u, meneer Korten. Het is al 46 jaar een ontmoetingsplek. Een plek om samen te werken, samen te leren en ervaringen te doen. Dit is een groot goed in onze maatschappij. De tuin werd in 1995 zelfs een plek waar herstellende drugsverslaafden van de Breide Stichting in Beverwijk bij wijze van therapie terecht konden. Ook hier zien we weer dat de mensen samen proberen te werken en anderen wil helpen. En dat helpen beperkt zich niet alleen tot Uitgeest, tot de Eimond, tot Nederland, tot Europa. Maar toen u in West-Afrika werkte, heeft u samen met een bevlogen tuinman een schoolhelper opzicht. U heeft voor deze man een ruimte gehuurd waardoor hij zijn droom kon verwezenlijken. Later is zelfs met uw hulp een hele school gebouwd. Het grote succes is te verklaren doordat u de mensen daar vertrouwen heeft gegeven dat ze het zelf konden doen. U heeft ze nooit iets opgelegd, maar alleen de middelen gegeven om iets moois te bouwen. En om dit alles nog wat groter te maken, heeft u de stichting Scholen voor Mauritanië opgericht. Hiermee komen basisscholen uit onze omgeving in contact met scholen uit Mauritanië, zodat kinderen van elkaar kunnen leren. Uw inzet en enthousiasme en energie in dit project maakt diepe indruk op de mensen om u heen. Daarnaast, ook dat, bent u ook al jarenlang actief, zijdelings actief, in de politiek. Sinds 8 jaar zit u ook hier in het bestuur. En we komen u zo af en toe tegen in de commissie Ruimtelijke Ordening. Het CDA heeft daar nu een bevlogen lid, die altijd bereid is om te helpen. U wordt omschreven als een bewogen man die dit initiatief neemt en bestuurlijk zijn mannetje staat. Dat zijn mooie woorden, meneer Korten. Uw inzet op al deze vlakken is niet onopgemerkt gebleven. En het doet mij een bijzonder plezier u te kunnen vertellen dat het Zijn Majesteit de Koning, koning Willem-Alexander, het heeft behaagd u te onderscheiden. U bent bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik ga straks uw officiersrol ophangen, maar ik ga op deze plaats nog alvast op hartelijk feliciteren. Meneer Korten. Dan heb ik gelukkig ook een echte kerkstem, dus de microfoon is niet echt nodig. Meneer Korten, wilt u naar voren komen? Dan ga ik hem 1 keer laten zien aan u. Want anders dan moet ik dat elke keer doen, mensen zijn allemaal onder de wijkveld. Deze krijgt meneer Korten opgespeld. De grote is voor de bijzondere dag. En de kleine, die mag je vaker dragen. En de mensen die al eens gedecoreerd zijn, weten dat. De gebruiksaanwijzing, zal ik zeggen, van het dragen van zo'n linkje, die zit in het koffertje. Dus dat kunt u goed nalezen. En dan ga ik even kijken of dat voor elkaar krijgen.
Want meneer Korte, dat is altijd weer een uitdaging. Nu wil ik graag het woord richten tot u, mevrouw de heer Paak. Nu weet u bijna als ik geen kerk meer zit. Maar liefst 12 brieven ontvingen wij van mensen in de omgeving. En in deze brieven wordt u omschreven als een bezig bij. Iemand die voor de ander klaarstaat. Iemand die zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is in ons dorp. Ik weet niet of ik de tijd heb om alles te benoemen, want u doet zo vreselijk veel voor ons uitgeest en voor de uitgeesters. En ik wist eigenlijk ook niet helemaal zeker of u wel tijd zou hebben om hier aanwezig te zijn. Want waarschijnlijk had er een andere afspraak in uw agenda staan om op deze dag iemand te gaan helpen of ondersteunen. Toch even een opzomming van uw activiteit. Allereerst wil ik beginnen met uw werk voor Stichting de Nieuwe Kuilen. Tot 2001 bekend als Cultureel Centrum de Kuilen. Al 32 jaar, de check even, klopt dat onder mij? Al 32 jaar zet u zich in voor deze stichting. Niet alleen als bestuurslid, maar ook met de broodnodige hand- en spanningen. De jaarlijkse kunstroute in Uitgeest kan niet zonder u inzetten. Honderden mensen genieten hier elk jaar ervan. U besteedt ook veel aan de Kuil Art en Technaal. Gaat wel goed. Honderden mensen, even een stukje terug, want ik was uitgelegd. Honderden mensen genieten hier elk jaar ervan. Van die kunstroute bedoelen we dan. Hè? En u besteedt ook veel uren aan de Kuil Art en Technaal, die onderdeel is van deze groep. Wat opvalt is het team dat u samenvormt met uw man. Dat zit naast u vandaag. U wordt omschreven als een sterke vrouw. Iemand zonder wie uw man niet had kunnen zijn wie hij is en wat hij doet. Samen zetten ze zich in voor de stichting de Nieuwe Kuil, maar dat is niet alles. Voor de stichting Uitgeefse Senioren heeft u samen elke dinsdagmiddag een training voor de voorbereiding. Maar liefst 24 mensen beleven hier iedere week veel plezier aan. De ontspannen sfeer die u hier samen neerzet, valt daarbij op. Maar niet alleen voor de oudere uitgeefsters bent u bekend te zijn. Vele dertigers in ons dorp zijn met u opgegroeid. Elke woensdagmiddag was u voor in de bibliotheek om goed in. Het leesplezier bevorderen. Woordenschap vergroten en creatief bezig zijn. En als deze kinderen niet naar de bibliotheek kwamen, dan kenden ze u in die tijd wel als Klaarover. Klaarover op de kruising Geesterweg Beatrixlaan. In weerenwind en nooit te behoed om een extra dienst te doen. Naast al het zichtbare werk ben ik vooral ook onder de indruk van uw onzichtbaar werk. U bent van onschatbare waarde voor vele uitgeesters. Mantelzorg voor familieleden en anderen, jarenlang. Mensen in huis nemen die het nodig hebben op dat specifieke moment. Mensen ondersteunen die het kort of langdurig kunnen gebruiken. Altijd klaarstaan voor een ander. Aandacht hebben voor iemand misschien alleen al door het sturen van een persoonlijk kaartje. Help in de huishouding, als vriendin, als familie, als buurvrouw en misschien wel bovenal als dorpsgenoot. U bent van grote waarde voor mensen. Ik kwam een gedicht tegen van Marleen op school, wat ik heel tekenend vind voor uw inzet in ons dorp. Op de voorgrond en op de achtergrond. Jouw helpende hand. Jouw luisterend oor, jouw oog hebben voor, jouw arm om iemand heen als een warme deken.
Je troost zonder woorden, maar je laat jouw hart spreken. Met heel veel plezier mag ik u vertellen dat het Zijn Majesteit Koning Willem-Alexander heeft de Haag moeten onderschrijven. U bent bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje. Vanaf deze plaats alvast gefeliciteerd en ik ga u vragen om naar voren te komen. Bedankt. En dan toch nog heel even deze, want de dames hebben namelijk net altijd even iets anders. Iets chique. Sorry. Ja. Ik pas er even nog heel weinig van tegen. Anders gaat het sowieso mis. Ik wil u niet bang maken, maar mijn dochters zijn altijd als de dood als ik ze iets opspel dat ik ze in hun lijfje krik. Nou, dat voor alles iedereen. Ja. Een sterke vrouw. En achter een sterke vrouw staat altijd een sterke man in de wereld. Ik mag mij ook tot u richten vandaag. Want ook u bent zo'n drijvende kracht in ons dorp. En u bent de andere helft van dat team dat ik net in de vorige speech al noemde. Team samen met uw vrouw. Een aantal woorden die ik nu ga opnoemen zullen u dan ook bekend voorkomen. Te zien naar het aantal verenigingen waar u actief bent, kunt u slechts stilzitten. We zien hier duidelijk geen geval van tegenpolen van elkaar. U bent juist uit hetzelfde hout gesneden als uw vrouw. Volgens de Bijbel was het andersom. Vandaag doen we het mee verschillen. U heeft zelf veel schildertalent. Ik begreep zelfs dat er bij menig uitgeefster een echte Joop de Beer aan de muur hangt. En u vindt het belangrijk dat de mensen in ons dorp ook de mogelijkheid hebben om zich op een creatieve manier te ontwikkelen. Met veel enthousiasme stimuleert u elke cursist om het beste uit zichzelf te halen. U geeft vertrouwen en u geeft plezier. Niet alleen als docent heeft u een belangrijke rol bij de Stichting De Nieuwe Kuil. U bent sinds de oprichting in 2001 ook de voorzitter. En u neemt deze rol met verf op zich. Notulen, administratie en planning. U draait uw hand er niet voor om. De Kuilart en Toonstelling en de Kunstroute zijn het jaarlijkse hoogtepunt van de stichting. En ook hier heeft u veel werk aan. Niet alleen deze jaarlijkse expositie krijgt u aandacht, u zit ook in de kunstcommissie van de gemeente. En ik dank u ook voor al dat werk, waardoor wij in ons mooie gemeentehuis vaak en veel kunnen genieten van mooie en wisselende exposities in de hal. Als u denkt dat de heer De Beer daarmee zijn agenda wel heeft volgepland, dan heeft u het allemaal hartstikke mis. Want ook op de tennisvereniging, TCU, en bij de visvereniging kunnen ze op u bouwen. Als lid van de aanvulploeg, ik moest dat bijna even opzoeken in het woordenboek, maar ik kan me niet meer voorstellen. Maar als lid van de aanvulploeg van de kantine van TCU, staat u 10 weken per jaar, elke dag klaar,
voor de club. Klopt, hè? Zeker niet. Niet meer? Niet meer. Nou, dat deed je dan. Detail. Lukt het dan? En dan bent u ook nog, het is goed dat ik het af en toe even check. En dan bent u ook nog penningmeester van de visvereniging. Dat klopt ook wel. Om te ontspannen wilt u dan zelf ook nog wel zijn hengeltje uitgooien. En ik heb zomaar begrepen dat ook dat u goed afgaat. Samen met mevrouw gaan we elke dinsdagmiddag naar Dorpshuizen Zwaan voor Brits Club. Al zo'n 14 jaar lang. U voorziet de Britsers van raad en daad en bezorgt de groep een leuke, ontspannen middag. U bent zich vast niet altijd bewust van de positieve invloed die u heeft op het leven van zoveel uitgeesters. Maar als we alles bij elkaar optellen, dan is dit een hele indrukwekkende rij van activiteiten waar u zich met hart en ziel voor inzet of zich voor heeft voor ingezet. Zullen we er even bij zijn. U bent misschien iets te bescheiden om jezelf hoog van de toren over te blazen. En daarom doen wij dat vandaag voor u. U, meneer de Beer, u bent goud waard. En daarom doet het mij een bijzonder groot plezier te kunnen vertellen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd ook u te onderscheiden. U bent bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en ook u graag. Van 1971, ik check het toch altijd even. Wij moeten natuurlijk met informatie die we weer aangeleverd krijgen. Van 1971 af bent u in bezit van een EHBO-diploma. En kan het dorp een beroep op u doen. Op diverse uitgeestelijke evenementen bent u dan ook aanwezig. Aanwezig als EHBO. En u bent ook nog steeds kaderinstructeur. U houdt zich bezig met reanimatieavonden. En ook bij Helio Mare weet ze u te vinden vanwege uw kennis en uw inzet. Maar dat is niet het enige wapenfeit op gebied van gezondheid. In 1978, klopt? Nee, ik weet nog helemaal niet wat, hè? Nee. En ik even kijken of u er allemaal bij bent. In 1978 bent u zich gaan inzetten voor de Hartstichting. Toen was ik drie. De geneeskunde stond toen op een heel ander niveau. Cardiologen hadden net de eerste dokterbehandeling uitgevoerd.
Er waren dat jaar pas net hartmonitoren en defibrillatoren geplaatst in ambulances, in plaats van alleen in de ziekenhuizen. Er kwam steeds meer aandacht voor gezond leven. Al sinds die tijd, meer dan 45 jaar meneer Zoet, organiseert u in ons dorp de collecte waar zoveel geld wordt opgehaald en waardoor zoveel mensen, meer mensen, geholpen kunnen worden. En natuurlijk loopt u zelf ook de collectes voor de hartstichting. En daarnaast haalt u ook nog geld op via oud papierinzameling met de Postma-stichting voor het onderhoud van de protestantse kerk. Altijd bent u in de leer voor de anderen. Misschien was u met uw achtergrond wel een van de eerste in ons dorp die het belang inzag van blijven bewegen. Van blijven bewegen om gezond te blijven. Zeker ook op latere leeftijd. U wandelt wekelijks met de wandelclub van Geest en Heen. U fietst met ouderen hele tochten. Tochten die u eerst zelf heeft uitgezet. En u bent actief bij de zon. Kortom, u geeft mensen een fijn uitje. Ik kan mij heel goed voorstellen dat vele ouderen in het geest heel erg blij zijn als u zien, meneer Zoet. Ook in de mentale fitheid van uitgeestig speelt u een rol. U bent elke week te vinden achter de balie van het leeslokaal. De plek waar uitgeesters hun leesgroepen komen ruilen tegen weer nieuwe hersengymnastiek. En daarmee bent u vast gezicht op vele plekken in ons dorp. Van alle markten thuis. En men doet nooit te vergeefs in beroep. En niet alleen voor mensen heeft u een groot hart. Ook de dieren in uitgeest zien u graag langskomen. Elke week weer. De hertenkamp heeft in u een trouw vrijwilliger gevonden. U bent zorgzaam en houdt ervan om alles piekfijn voor te hebben. Maar bovenal vindt u het prettig samenwerken met uw medevrijwilligers enorm belangrijk. En dat alles, meneer Zoet, tekent u. Uw leven staat voor een groot deel in het teken van anderen ondersteunen. Zodat zij het zo lang mogelijk goed hebben. Of ze u nu kort nodig hebben, als EHBO, op een evenement of langere tijd in hun leven mogen verwelkomen. Vandaag zetten we u vanwege al dat werk wat u voor de ander doet in het zonnetje. Ik mag u dan ook met heel veel plezier vertellen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd u te onderscheiden. U bent bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik wil u alvast vanaf deze plek van harte feliciteren en u mag naar voren komen. Dan zal ik de versiers niet bij opzetten. Het sluitstuk van de uitgeestelijke levensregen
2024. Een heel bijzonder sluitstuk. Want u bent als uitgeester vooral betrokken bij een vereniging uit Amstelveen. Vandaar dat al uw mooie werk misschien wat minder zichtbaar is voor onze dorpsgenoten. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder belangrijk. Uw bijdrage aan de samenleving staat buiten kijf. De vereniging waar u vele duizenden uren werk in heeft zitten, is een honger- en softbalvereniging. De, zou ik bijna zeggen, honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollander. En daaraan de gekoppelde stichting Sportevenementen Amstelveen. Klopt hè? Zeg ik het allemaal goed? Uw inzet wordt beschreven als het hebben van een volledige baan naast uw eigen gewone baan. Daarom heb ik ontzettend veel bewondering voor u. Elke keer weer tijd en energie vinden om, nadat u thuis komt uit te werk, weer aan de slag te gaan voor de club. Zonder te overdrijven kunnen we denk ik stellen dat de vereniging niet meer had bestaan in de huidige vorm als u er zich niet zo hard voor had gemaakt. Hart hebben voor de zaak. Hart hebben voor de zaak betekent een vrijwilliger. En u bent één van de supervrijwilligers die elke vereniging wil hebben en behouden. De vereniging moest door enkele wijzigingen een eigen dorpshuis, de thuisplaats, laten bouwen. Dat lijkt mij een ingrijpende periode. Daarbij horen juridische, financiële en logistieke uitdagingen. En die heeft het allen tot een goed einde gebracht. En dan nog even een vraag tussendoor. Zat de gemeente dwars? Ja, dat bel ik mijn collega nog om het terugwerken. Een huzarenstukje, zo is mij verteld, dat clubhuis, de thuisplaat. Het nieuwe clubhuis is sinds de opening van 2016 de trots en het kloppend hart van de vereniging. Ook zijn er onder uw bezielende leiding mooie evenementen naar de vereniging gehaald. En in de coronapandemie heeft u met het binnenhalen van subsidies de vereniging weten overeind te houden. Na 17 jaar penningmeesterschap heeft u het stokje overgedragen. Maar nog altijd staat u het nieuwe en jonge algemeen bestuur met raad en daad bij. Omdat u hart heeft voor de vereniging. U kunt het ook niet helemaal loslaten, want u bent nog steeds betrokken als gewoon bestuurder. Zo staat het op het papiertje, klopt hè? Ja. En nogmaals, we krijgen al die informatie en daar maken we er een verhaal van, dus we doen het zo goed mogelijk best dat het klopt. En u bent wanneer het mogelijk is bij de Vliegende Hollander aanwezig als supporter, als vriend. In of rond het clubhuis dat met uw hulp is neergezet. Ik kan me heel goed voorstellen dat u dat vervult met grote trots. Uw inzet ligt zoals gezegd buiten ons dorp, maar is door mensen uit uw vereniging op grote waarde geschat. En hij doet mij dan ook bijzonder veel plezier u te vertellen dat het zijn majesteit koning Willem-Alexander het heeft behaagd u te onderscheiden. U bent bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Vanaf deze plek alvast gefeliciteerd en u mag naar voren komen zodat ik u de versierselen kan opzetten.
Ja. Ja. Ja, ja, hou maar.